Ik heb de duurste speler uit heel FIFA. Deze Ronaldinho kost namelijk een ruime 12 miljoen coins. Het was daarom een wonder dat ik de Braziliaan uit mijn Icon Player Pick kreeg. Soldaten, dit is nu het team om Ronaldinho heen. Inderdaad, vrij matig. Dus we gaan potjes spelen om op iedere positie een betere speler te krijgen. Voor potje 1 geldt, wanneer ik een lopje scoor met onze man van 12 miljoen, dan mogen we sowieso een goede speler toevoegen. Hier is die, onze paardenstaart, die gaat lopen. Nou, Ronaldinho, komt hij aan. Lopje en... Oh, de lat, het zou zo mooi zijn geweest. Ronaldinho. Zo, hij is aardig snel. Daar gaat hij, Ronaldinho. En nu het lopje, de keeper komt heel erg snel. Oh, hij gaat naast. Ja, via Jesus naar Ronaldinho nu wel met het lopje. De uitdaging is voltooid. Als we de wedstrijd winnen, krijgen we ook nog een extra goede speler. Met rechts natuurlijk, dan hangt hij. En hij is weg, de tegenstander maar even. Nog gaan dansen, komt hij aan. Ja, goed dit. En nu wordt het leuk, want we mogen gaan draaien aan dit rad 2 keer. Om hiermee te bepalen welke 2 spelers we gaan toevoegen aan het team. Nog even, dit is het goede rad. We draaien aan het goede rad als we winnen en de speciale goal maken die bij die wedstrijd hoort. Verder heb ik ook een gemiddeld rad en een slecht rad bedacht, maar die volgen later nog. We gaan draaien en dan gaan we het zien. Een speler met dus 95 dribbelen minimaal. Lucas Paqueta gaat naar de club gestuurd worden. En daar halen we ook meteen een speler uit. Namelijk flashback Marcos Acuña. Hij heeft 95 dribbelen en het bespaart ons weer coins. Pas 7 wedstrijden meegespeeld. Dit is een waanzinnige kaart. Kijk hoe groen dit is. En we krijgen een speler met 5 sterren skill moves. Aangezien we wel een beetje goede teamgeest willen hebben, dacht ik van oké, dan pakken we meteen een speler erbij die ook uit La Liga komt. We gaan voor de Winter Wildcards versie van Ousmane Dembele, die eigenlijk heel erg goedkoop lijkt. Hij is maar... Oh, ik dacht 116. 120. Hij doet zo. Is geïnspireerd door Steph Curry uit het basketbal volgens mij. Maar ik heb echt zo geen verstand van andere sporten. Wow. Kijk hoeveel wedstrijden er met Dembele gespeeld zijn. 866. 607 goals en 372 assists. Hij kan voetballen. Wat is de uitdaging voor Ronaldinho in wedstrijd 2? Natuurlijk weer winnen. Maar ook een goal maken van buiten de 16. Hier gaat Saka. En die kunnen we maar moeilijk bijhouden. Bij de tweede paal de kans voor Sterling. Maar binnenkant paal. Volgende kans in de maag voor mijn tegenstander. En Neto. Rebound. Die gaat er waarschijnlijk in. Oh, Neto. Die moet je gewoon pakken, jongen. Kijk. En nu een Samba counter met Neres en Ronaldinho. Hoho. Even door de beentjes bij Vieira. Niet de minste. En ja hoor, het is nu echt feest. En weer een kans, Diego Carlos. Het is eigenlijk voornamelijk tegenhouden nu maar. Ronaldinho. Ja, en dan weet je dat er iets kan gebeuren. Zo, daar gaat hij, Ronaldinho. Het moet van buiten de 16, Ronaldinho! Ja, 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 weer de uitdaging gehaald. Vraag me niet hoe. Dit meen je niet, toch? Keeper, oh, nee. Oh, serieus? 2-1 tegen. Ik heb mijn stadion, zoals je hier kunt zien, volledig ingericht om Ronaldinho thuis te laten voelen. Meer Braziliaanse vlaggen was onmogelijk. Toch kon het ons deze wedstrijd niet bepaald helpen. Ja, nou. We staan erbij en kijken ernaar als Eto'o, ook een oud teamgenoot van Ronaldinho, de 3-1 binnenknikt. Sterling of Neto? Ja, 4-1. Dit lijkt me wel over nu. Het gemiddelde rad gaan we krijgen. Het klinkt een beetje matig, want het is ook niet super. Voor de duidelijkheid, dit rad krijgen we dus als slechts 1 van de 2 uitdagingen voltooid is. Een speler met rugnummer 10. Natuurlijk het nummer wat de beste man bij Barcelona altijd droeg. Denk je aan een speler met rugnummer 10, dan zal je gedachte vrij snel naar een aanvaller gaan. Alleen, wij hebben natuurlijk ook veel goede middenvelders nodig. Dus waarom kopen we niet gewoon Team of the Season Luka Modric? Die is 97 algemeen en ik wil hem gewoon een keer testen. Hij komt in de plaats van Fred en kijk dan even dit. Die dribbel is letterlijk perfect. Ook nog 99 passen en hij heeft jazeker een 5 sterren weak foot. Wat wil je nog meer? We mogen nog een speler en dat wordt, dit vind ik wel leuk, een willekeurige kaartkleur. Dat zou bij blauw Team of the Season kunnen zijn. Bij wit een icon, bij groen shapeshifters. Je kan alle kanten op. Deze website geeft je een
willekeurige kleur. Simpelweg door op de spatiebalk te tikken. Wat is dit? Wat mij betreft lijkt die tint roze, als het dat is, van net vrij veel op Rule Breakers. Dat is niet een super goede promo, want dat was volgens mij in echt oktober of zoiets. Dus we kunnen niet per se enorme toppers halen. Wat wel mogelijk is, is om een speler te kopen die toen net op dat moment nog voetbalde voordat hij zijn afscheid aankondigde. Ik heb het over Piqué, de Barcelona-legende. En hij zal nooit heel duur meer zijn. Toch? Nee, oh, 70k. Dat is een peulenschil. Oh, hier, 67,5. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk dat wij een goed team bouwen in deze video? Na wedstrijd 5, dan zijn alle gouden kaarten weg. Hebben we onze upgrades gedaan? Staat het team en gaan we nog één finale spelen? Winnen wij die finale, dan mogen wij hier in de winkel een grote 90 plus icon pack openen waar sowieso een Braziliaan, een Fransman of een Nederlander in zit. Winnen we de wedstrijd niet, dan gaat de speler uit die pack ingeleverd worden bij een SBC en ben ik hem voor altijd kwijt. Of het Cruyff is, Zidane, Pelé, het maakt niet uit. Winnen we die wedstrijd niet, dan gaat de speler uit deze pack weg. Wedstrijd 3. En hoe toepasselijk is het dat Ronaldinho ook 3 keer moet gaan scoren? Een hattrick is wat wij vragen van de goedlachse krullenbol. Ja, 2-1 voorbij door Ronaldinho. 1-1 nu, min of meer. Dinho, come on, oké. Goal nummer 1. Neres. Meegeven. Ronaldinho, oh, van de start deze keer. Maar ook onze tegenstander zoekt de aanval. Kan zijn, ja. Uiteindelijk David Beckham. 1-1. Kom proberen. Ronaldinho. Oh, nou ja, rebound. Oh, de paal. Hoe krijg je die nog niet in? Nu spelen. Mag dit door? Ronaldinho, hij gaat door en hij scoort ook. Buitenkant rechts. Oh, opeens Savanier. Paal. En Mauro Junior, onze non-rare gouden PSV, haalt hem weg. En klaar. Oké, we hebben gewonnen, maar voor de eerste keer niet de challenge gehaald. Slechts 2 goals. En daar gaan we. Het gemiddelde rad geeft ons een Barcelona-speler. Altijd leuk. We gaan gewoon voor een keeper, want die moesten we nog eentje. En nou heeft Ter Stegen een geweldig seizoen achter de rug. En hij heeft een, ik dacht, paarse kaart. Is dat de juiste kleur? Ja, deze kaart bedoelde ik. De Team of the Season prijswinnaar. Zo staat hij in FIFA. Hij heeft dezelfde stats als de blauwe kaart. Maar deze is dan paars. Nou ja, dat is toch weer lachen of zo. Alle keepers statistieken zijn boven de 90. 96 reflexen. Dus wij gaan geen tegengoals meer krijgen. En dan uit deze 4 nog eentje. We gaan een speler SBC voltooien. Nou wilde ik eigenlijk een beetje af gaan stappen van La Liga langzaam. Maar het is toch wel heel verleidelijk om voor onze SBC-speler weer een Barcelona-man te kiezen met Ferran Torres. 85 team is al ingeleverd en dan gooien we er gewoon nog een 87 team achteraan. En natuurlijk heb ik dan per ongeluk weer 2 spelers ingeleverd bij het andere team. En hij is voltooid. Ferran Torres met, nou ja, dus ook hele goede stats. Het is een level-up kaart. En zo hebben we dus qua aanval en middenveld het allemaal goed voor elkaar. Het is vooral de verdediging die hier bij dit team nog beter gemaakt moet worden. Het zou zomaar kunnen dat die upgrades dadelijk volgen uit het slechte rad. Want de challenge nu met Ronaldinho wordt vrij lastig. We moeten de bal het net in gaan dribbelen. Onze verdediging kon het maar moeilijk belopen. En hij schiet hem keurig binnen. Mag dit door? Ja. Dembele houdt in. Ja, hij kan hem erin lopen. Hij doet het even voor. Zo, Rafinha loopt iedereen eruit. Nu is hier Modric. En naast hem Ferran Torres. Modric naar Ferran. Chip hem. Oh, via de handen. Rijkaard wil ik gaan schieten. Maar Piqué. Nee, dat is uit. Dat is de bal. De gele kaart. Hoe is dat? Ja, het is wel vrij hard en zo. Maar hij raakt de bal. Ter Stegen kan zich een helderrol gaan geven. En hij pakt hem ook. Kijk eens. Ferran Torres naar Ronaldinho. Geen buitenspel. Ronaldinho, nu of nooit. Om de keeper heen. Oh, dat is echt veel te slecht. Dit is echt te slecht. Sliding is nog net goed. Ter Stegen houdt hem tegen, maar we staan achter. Best. Hij scoort. We hebben nu echt een probleem. Rijkaard gaat weer lopen. Gewoon schoppen. Ik mis hem. Rijkaard. 3-1. Geef mee. Ja. Ronaldinho. Oh, ik probeer iets, maar het is zo moeilijk. En na een vierde tegengoal is het duidelijk. Beide uitdagingen zijn
niet voltooid. We moeten gaan draaien aan het slechte rad. Oh, jongens. Laat maar zien. Hopelijk nog een beetje goed. Oh, oh, oh. Onder de 25k. En wat gaat de tweede worden? ChatGPT. Dat is wel mooi. Ik vraag om 5 totaal willekeurige voetballers. Casper Dolberg. Fabian Ruiz. Houssem Aouar. Nou, wat nog meer? João Felix. Oké. Okay. En de laatste, Wilfried Zaha. Ik denk eigenlijk dat dit wel een mooi moment is om even weg te stappen van alle nieuwe La Liga-spelers. Dus gaan we een uitstapje maken naar de Premier League en kiezen we João Felix uit die lijst van 5 net. Ik wilde deze FUT birthday kaart gaan kopen. 131k. En ik vind dat een soort van weinig, want hij heeft 5 sterren skill moves, 5 sterren weak foot. Wij konden dus nog een speler halen van onder de 25k. En ik had me toch iemand gevonden. Bardia Chile. Hij is 26k. Futbin, waar ik mijn prijzen check, heeft mij voorgelogen. Toch bleef ik wachten totdat iemand deze kaart op de transfermarkt zou zetten voor minder dan 25k. Oh mijn god! We hebben hem! Ja, ja, Bardia Chile. 23,7k. Het is niet te geloven. Er zijn nog 2 gouden spelers over. En dat betekent dat we nu de laatste wedstrijd ingaan voordat we de finale spelen. We moeten als moeilijkste uitdaging van vandaag een omhaal gaan scoren met Ronaldinho. Overstapje Ronaldinho. Krijgt de bal terug. En Ronaldinho! Oh! Wat? Het is een goal. Piqué krijgt hem op zijn voorhoofd en hij loopt hem zo binnen. Ja, daar gaat Sané. Of Ter Stegen. Oké. Okay. 1-1. Ousmane Dembele. Ronaldinho wijst al. Oh, lekker actie zeg. Dembele. We kunnen gewoon scoren natuurlijk, hè. Penalty. Haha. Dembele. En een gele kaart voor Tomori. Dat is rood. Nou ja, helemaal perfect. En we gaan nu een Panenka doen. Nou ja, ik wou nog zeggen van dat gaat eigenlijk nooit fout in video's. Het begint allemaal wat grimmiger te worden, dus weer hier. Zo, João Felix, Samba. En ja, dat is weer een rode kaart. Tweede geel. Ja, nou, tot ziens vriend. Counter nu, Dinho. Ja, oké, perfect. Nou, ga Ronaldinho. Dan maar gewoon scoren, of niet? Ja, toch? Ronaldinho. Oh, kom op. Nee, ik ga geen e-sporter worden, denk ik. Heb ik überhaupt al 1 serieuze omhaalpoging gehad met Ronaldinho? Haal hem weg, haal hem weg. Oh, oh, oh. Ronaldinho. Oh, de lat, jongens. Kom op. Die erin dan. Ja, dat moet wel. Acuña, 2-2. Nog een wippertje. Nou, omhaal. Het zou wat zijn geweest. Nee, het wilde niet lukken. En dus komen we weer uit bij het slechte rad. We krijgen de 25 keer 83 plus een speler pakken uit die pack. Ook al is die gewoon goud en dat zou heel goed kunnen. Het is een walkout. Koulibaly. Nou ja, op zich. Hij linkt wel een Chelsea-speler naast Bardia Chile en dus chemistry voor Felix. Ja, ik denk dat het Koulibaly is. Oh, Kalulu. Wat doet hij hier? Hij is niks waard, maar hij is wel blauw. Hoe kan hij zo weinig waard zijn met echt best wel goede stats en hij is Frans? We gooien Diego Carlos terug naar de club om op zijn plaats dus Pierre Kalulu te zetten. We krijgen ook nog de FUT draft. Oftewel, kies 1 speler uit de rij van 5 die hier op het scherm verschijnt. Rui Costa Neymar in vorm. Dat vind ik ook wel interessant, maar ja, we mogen nog 1 aanvallende speler. Ik wilde eigenlijk Neymar doen, totdat ik me realiseerde dat Alexis een echt veel betere kaart heeft. En hij is nog goedkoper ook. Voor 88k Alexis. Ook weer een oud Barcelona speler. We hebben hier een mooi regenboogachtig team qua kleuren. En we gaan dus nu hiermee de finale spelen. De finale wordt afgewerkt in FUT Champions, want dan kunnen we ook nog een verlenging krijgen. En heel misschien penalties. En onthoud, bij verlies raken we de speler uit onze iconpack meteen weer kwijt. FC Junko. Jawel. Een Ajax-seat zie ik. En wat krijgen we tegen Walker in de goal? Paar icons. Eusebio voorin. Saka in het rood. Team of the season. Vini de Bruyne. Enzo Fernandez. Nou, daar gaan we. Alexis. Goeie baas. Zo, Felix. Naar Ronaldinho. Alles doet al wel. Ja, ja. Net lukt het niet. Nu 1 kans. Omhaal. Helaas was het snel weer gedaan met mijn enthousiasme. Aan de andere kant is het 1-1. Ja, ik was nog te veel in vreugde. En het staat alweer gelijk. De Bruyne. Houd in. Nog steeds De Bruyne. Ja, 2 en achter. Nu pasen. In het middenruimte. Is gezien.
João Felix houdt in. João Felix 2-2. Krankzinnige wedstrijd. Na 19 minuten, 4 goals. En het ging maar door. Vinicius, die gaat erin. 3-2. Verdedigen is een enorme uitdaging hier. Dembele lanceert Felix. Aanname. Moeilijk hoek. João Felix. Oh, de lat. Dat was serieus nog een goed schot ook. Lekker, Torres. Ferran Torres. Nou. Nou, goal. Goal, tuurlijk. 3-3. João Felix, wij zijn nog niet klaar. Daar dacht onze tegenstander alleen wat anders over. Ter Stegen heeft hem niet. Oh, ja, natuurlijk. 4-3. Gaan we ook nog zo doen. Ja, hoor. En afgelopen. Oh, ja. Nou, 5-3. Hij heeft terecht gewonnen. Maar dan weer direct uit de aftrap. Je gaat Ronaldinho nog. Ja, die scoort. Het is 5-4. Ja, nu geven. Ja, hij scoort. Come on, Ronaldinho. Oké, 5-5. We gaan verlengen. João Felix danst met de bal. Nou, meegeven. Ronaldinho, ja, ja. 6-5. Wat een wedstrijd is dit. Laatste kans. Badiashile. Oh, wat een geweldige sliding. En klaar toch? Ronaldinho nog één keer. Het is afgelopen. Wij winnen met 6-5. Ronaldinho gaat de wedstrijdbal ophalen. 4 pogingen, 4 goals. Door de overwinning mogen we de Icon Pack openen. En de speler die erin zit ook houden. Laat het een goede speler zijn. Het is een Nederlander. Cruijff. Gullit. Ja. Prime Gullit. Go on. 1,2 miljoen coins waard. Ik weet dat het allemaal wel een beetje gedaan is. Misschien met FIFA 23. Maar kom op, man. Prime Gullit. Vond je deze video leuk? Klik dan hier. Want deze is misschien wel nog leuker.